Goedenavond, dit is TV 3. We gaan direct het lottospelletje spelen, maar eerst wil ik even iets vragen aan onze gasten. Meneer De Jonge, ja. Hoe staat u tegenover onze koningin? Weinig. Weinig? Ja, ik sta niet tegenover haar. En mocht de kans zich voordoen, ik denk dat de Rijksvoorlichtingsdienst dan al snel erbij is om die ontmoeting te voorkomen. Waarom? Nou, ik heb mij altijd uitgelaten in zekere zin tegen het Koningshuis. En handhaaft u die stelling vanavond nog? Dacht ik wel. Ik vind dat een verstandig democratisch land een republiek is. En u, meneer Echtien? Ik ben ook republikein, ja. Hoe komt dat zo? Geworden? Nou, toen ik 17 was op de middelbare school, moest ik in het kader van de les geschiedenis een inleiding houden over monarchie of republiek. En toen, wonend in Amsterdam-Noord, achter mijn werktafel bedacht ik dat de republiek een rationeler staatsvorm was dan de monarchie. Daar hebben we het direct over, maar nu gaan we het befaamde lottospel spelen. Laat die lieder maar draaien. En ons lottospel waarbij een van de deelnemers uit het publiek kans maakt op een gouden munt te waarde van wel 900 gulden. Vanavond spelen wij lotto nummer 17 met een totaalprijsbedrag van 1.256.000 gulden, 15 cent inclusief de jackpot. Dan is er ook nog de ton in het cijferspel en er zijn extra goudprijzen. Laat die eerste bal maar vallen voor de snelste quiz voor het laagste IQ. Ja, dat gaat er altijd in als koek. En daar komt die eerste kleine jongen aangerold. Ja, nummer 11. En dan de volgende bal. U mag helemaal niet drukken. We beginnen meteen al te drukken, ja. De quizgeneratie begint meteen te drukken. Het volgende balletje. Hoe vindt u dit, meneer De Jonge? Zelf? Ja, spannend wel, hè? Je weet nooit welk balletje er valt. Ja, daar komt hij dan, nummer 38. En hier komt de eerste vraag. Waar zijn die vragen nou? Oh ja, hier zijn ze. In naam van welke familie doen wij vaak de poort open? Oranje. Heel goed, en het volgende balletje. U moet weg, mevrouw. Ja. Ja, het gaat om de intelligente vragen in het spel en de stomme antwoorden. Ja. Wat zegt u? En daar komt dan de volgende man. Hoe vindt u het spelletje, meneer Echtien? Ondernemend, hè? Daar komt hij dan. Ja, nummer 30. Vandaag is het Koninginnedag. Waar vierde koningin Beatrix dat? In IJmuiden, Amsterdam. In IJmuiden? Geen IJmuiden. Ja, Amsterdam is ook geweest. Mag ik goed rekenen? 30 gaat weg en de volgende balletje. Ja, ja. Je moet het maar weten. Je moet maar intellectueel zijn. Dan red je het wel in deze quiz. Daar komt de volgende. Ja, en dat is nummertje 27. Welke leden van de koninklijke familie zijn vandaag echt jarig? Prinses Juliana en Pieter van Vollenhoven. Wat een enorm intellect. Ja, u moet weg. De volgende bal. Ja, meneer De Jonge, cabaret wordt werkelijkheid. En dat komt dan op nummertje 22. Hoe heet het zeiljacht van Hare Majesteit onze koningin? Piet Heijn. Nee! Oh, jammer! Ja, u weet ook niet, het is de groene draak. Oh, ja. U moet, nee, blijf, want jullie wisten het allebei niet. Daar komt de volgende bal. Oh nee, er hoeft geen bal. Er moet geen bal zijn. Geen bal, twee ballen. Hoe oud werd de oudste zoon van koningin Beatrix, Willem-Alexander, deze week? 21 jaar. Oh, heel goed, u moet weg. 22 moet weg. En dan de volgende bal nu. Ja. Ja, het enige spelletje met echt systematiek erin op de Nederlandse televisie. Daar komt hij. Nummertje 24. De NOS zond gisteren en vandaag een portret van koningin Beatrix uit. Wie maakte de interviews? Nou ja, interviews. Wie sprak met haar? Haase. Ja, wel goed, maar u had eerst moeten drukken, maar u moet weg. Ja, en de volgende bal. En dat is het reservegetal gelijk. Oh, dat wordt een moeilijke vraag. En de winnaar wint dan een Golden Maple Leaf muntje. Wat mensen al niet over hebben om 900 gulden rijker te worden. Ja, daar komt hij dan. Nummertje 14. Oh, 41. Terug.
Ja. Met Fleur. In welk paleis woont de koningin met haar gezin? Hersenbosch. Over even. Nieuwe vraag. Dus we gaan eerst drukken en als we het weten en dan geven we het antwoord. Koningin Beatrix is in januari jarig. Nee, koningin Beatrix is in januari jarig. Hoe oud werd ze dit jaar? 50. Eerst drukken, zei ik. Ga nog een keer over, totdat we het kunnen. Eerst drukken, dan antwoorden. Koningin Beatrix wil aangesproken worden met majesteit. Hoe wil de koningin Juliana genoemd worden? Koningin. Nee, wel gedrukt, maar niet weten. En echt goed drukken, want anders hoor je nog een vraag. We gaan door de vraag heen. Welke naam gebruikt de koninklijke familie als ze ergens incognito naartoe gaan? Eerst drukken. Van Buren. Heel goed, u heeft gedrukt. Het gaf geen geluid. En mevrouw, u bent volgens mij de winnaar van de koning. Hoe vindt u dat? Hoe vindt u dat? Erg leuk. Erg leuk. Ja. Dat is 900 gulden voor u. Waar komt u van? Hoe heet u eigenlijk? Mevrouw Wolf. Mevrouw, ook goed antwoord. En waar komt u vandaan? Papendrecht. En wat doet u voor uw beroep? Huisvrouw. Dat vind ik nog eens moedig. Gaat u maar weer zitten. We herhalen nog voor u even het winnende rijtje in de juiste volgorde. Maar daar komt het winnende rijtje. 11, 22, 24, 27, 30, 38 en het reservegetal 41. Bij het cijferspel kunt u weer een ton winnen en de notaris trok voor ons het volgende winnende nummer. 976-175. 976-175. U mag best weer gaan zitten hoor, ja. En dit zijn de winnende getallen voor de extra prijzen. De eerste prijs een halve kilo goud op het nummer 198717. De tweede prijs een Maple Leaf munt op het nummer 67097. En de derde prijs een gouden tientje op het prachtige nummer 2100. Het goud is op, maar de prijzen in de lotto en het cijferspel blijven. Maandspelers moeten deze week weer een nieuw formulier inleveren. Zij doen dan automatisch mee aan de midlotto. Met als extra prijs een fantastische auto. Wat het ook mogen zijn, een fantastische auto. Mevrouw. Meneer. Hoe heeft u Koninginnedag doorgebracht? Op het politiebureau. Open dag, dus ik ging even. Er was open dag in Papendrecht. En daar ben ik gaan kijken. Hoe was dat? Zeer interessant, we hebben een heel mooi gebouw. En de politie is zeer voortvarend wat alcoholbestrijding betreft. Ik merk dat u ontzettend moeilijk van de pils af kunt blijven. Nou, dat valt alles mee. Ja, u. Maar wat een dag dan. Maar u drinkt toch wel eens een pilsje, maar u weet nu wat er van kan komen eigenlijk. Wat kan komen? De cellen bekeken. Nou, hoe waren ze? Beetje koud. Beetje koud. Ja, een beetje somber. Maar had u dus een idee van, het lijkt me toch wel gezellig om hier eens een dag te zitten? Nou, nee, echt niet. Nee, als je dag gezien hebt, dan hoef je echt geen alcohol meer. Althans, in de auto dan. Is het misschien een manier om van de drank af te kikken? Om eens ja, zeer zeker. Ja hoor, als je daar geweest bent, hoef je echt niet voor je plezier in de cel. U bent helemaal pro-politie, zeg ik. Ja, ik ben pro-politie. Oh ja, u was tegen, maar sinds vandaag? Sinds vandaag ben ik voor. Nou, hoe heeft u Koninginnedag doorgemaakt? Op de Vrijmarkt in Utrecht. Hoe was het daar? Ontzettend gezellig, heel druk. Ja, druk. En veel rotzooi te koop. Heeft u nog wat gekocht? Nou, helaas niet. Ik had graag een leuke hoed willen kopen, maar die was een beetje duur. Hoe duur was die? 65 gulden. Ja, dat is ook wel prijzig voor een hoed. ik zal zien wat ik eraan kan doen. Even onze gasten. Dat zijn, zoals we al gezien hebben, Freek de Jonge en Ton Rechtien. Meneer Rechtien, u heeft een boek het licht doen zien. Springtij, herinneringen aan de jaren 60. Voelt u zich autoriteit op dat gebied? Nee. Maar waarom heeft u dan toch dat boekje gezien? Omdat ik daartoe enerzijds werd uitgenodigd door een uitgever, anderzijds al jaren van plan was dat een keer te doen. Het is niet het boek over de jaren 60, maar een boek over de jaren 60. Waarin denkt u dat u een bijzonder licht heeft kunnen doen werpen op die epoche, op dat tijdperk? Weet ik niet. Laat ik aan de lezer over. U was toen studentenleider. Als ik het goed begrepen heb, dan u beschrijft dat zo'n beetje dat u, dat vind ik wel aardig, een beetje onbewust erin gerold bent. Hè? U was niet zo politiek bewust en in ene, door een ontmoeting met een Algerijn in Parijs, rolde u erin. Ja. En we zien u door het boek ook steeds radicaler worden en op het laatst bent u een soort politieke pausje geworden. Zo.
Nou, ik ben er inderdaad ingerold, want ik kom niet uit een rode familie. Wat voor soort familie komt u? Katholiek. Maar, nou ja, katholiek. U zou toch priester worden of zo? Ja, ja, ik heb ook nog op het seminarie gezeten. Ja. En had u toen op dat seminarie wel een soort idee van, nou, misschien word ik nog wel eens revolutionarico? Nee hoor, toen droomde ik van, er kwamen wel eens missiepaters op bezoek. Ik kan me herinneren, zo'n pater Augustijn uit Bolivia. Wie? Pater Augustijn? Augustijn uit Bolivia. En ja, die vertelde verhalen over de missie. Dat vond ik fascinerend. Ik dacht, ik wil later ook naar Bolivia. Ik ben uiteindelijk wel in Bolivia terechtgekomen. En ook een beetje voor de missie, maar een ander soort missie. Anders voor de missie, ja. Wat zag u verder in het priesterschap? Vooral wat de missie betreft, hè, dat leek mij dus boeiend. Wij verzamelden toen, eigenlijk niet wetend hoe dat in elkaar zat, hoor. Zilverpapier en andere dingen, en dat was dan voor de missie, hè. Dus flessen, doppen en zo, dat bracht geld op. Maar later heb ik bijvoorbeeld in Nigeria gezien hoe dat besteed werd. Dat viel me toch een beetje tegen. Waar werd het aan besteed? Nou, reden de paters en de nonnen in Land Rovers rond. Wel een goede manier van vervoer, maar... Wat hadden ze dan moeten doen volgens? Ja, toch wat meer aan het land zelf besteden. Ja. Dus je had in retrospectief een beetje... Maar de naam zegt het toch al, Land Rover? Ja, precies. Maar u had dus een beetje spijt van uw katholieke aspiraties op dat moment? Nee. Weet je wat u vindt eigenlijk? Het boek komt een beetje als een ongeneeslijke romanticus tevoorschijn. Misschien brengt het dat wel. Wat is nou eigenlijk het wezenlijke verschil tussen missiepater en wat u gedaan heeft later in de jaren 60? Toch niet zoveel? Om het gesprek maar even af te ronden. Nee, ja, eerlijk. Ik denk dat er een groot verschil in zit. Katholieke missie... predikt toch enigszins berusting in het bestaan nu. En, ja, maar als uitwerking. Ik zei het niet over de leer, maar u wou missiepater worden, dus de mensen ook een beetje toch op het rechte pad brengen. En u bent politiek pauze geworden, ook eigenlijk de mensen... Ja, maar religie in het algemeen doet toch een beroep op geheel zich overgeven aan hoge instantie, God maar, of zo. De autoriteit van de kerk, maar het gezag van de paus. U gaf zich toch in de jaren 60 over aan Che Guevara, Fidel Castro en hoe heette ze al niet. Dus dat zou ik toch ook een soort religie... Vindt u dat een soort religie ook, die politiek, meneer de Jonge? Ik denk dat elke gedrevenheid in mensen een religieuze ondertoon heeft. Of men nu God wil ontkennen of niet... Dat is niet zo relevant, maar elke gedrevenheid komt voort uit Gods besef. Hij formuleert het een beetje beter dan ik, maar hij zegt eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat de mens in wezen, een mens doet niets anders dan eer bewijzen aan de God waar hij in gelooft. En die God waar hij dan in geloofd was in de jaren 60, niet dezelfde God waarin de paus Johannes de 23ste in geloofde. Maar goed, in feite is een mens manifest van... wat hij denkt dat God is. Wat deed u in de jaren 60? U trad op, hè? Ja, ik was nogal bezig met mijn carrière. Ja. En toen hij dat maagdenhuis bezette... toen was er op een zeker moment sprake van dat we erop moesten treden. Maar je moest daar met een ladder moest je dan van het ene pand dat maagdenhuis in. En toen was onze manager bang dat het elektrische orgel van Bram zou vallen. Dus dat is toen niet doorgegaan. Maar u had daar wel willen optreden? Nou, als dat orgel heel uit en binnen... Maar ja, dat was onze... Jullie hadden niet meer dan dat orgel eigenlijk. Maar het is toch een vergissing van die manager. Want dat was een goede loopbrug, hoor. Dat was een hele goede loopbrug, maar levensgevaarlijk. Maar hoe heeft u die jaren 60 eigenlijk beleefd, meneer de Jonge? Mijn jaren 60? Nou, die beginnen natuurlijk met mijn studententijd in 65, 66. Ik ben eigenlijk in die periode steeds nogal bezig geweest met werken en zo. In 66 de grote... Wat eigenlijk het begin voor mij voor Amsterdam was. Was u lid van SVB? Toen was ik in Zeeland. Nee. Ik was lid van het Amsterdam Studenten Corps. Ah. Corps. Maar dat, hoe bedoel je A? Ik denk dat Maarten van Traan was een van de grote mensen van het Studenten Corps. Tenminste, en die is later ook nog... Hoe was dat Corps eigenlijk in de jaren 60? Nou, dat was een zootje. Dat waren mensen die zo... Je had de ene groep, had je dus mensen die aan een roeispaan trokken.
En dat was de ene kant. En de andere kant had je mensen die naar hun... Heb ik ook nog gedaan, hoor. Geroeid. Ja, heb je ook nog gedaan. Ja. Die andere kant mensen die? Die aan hun pik trokken. Dus dat was een dat was een beetje de uiterste bij het studentenkorps. En daartussenin werd er veel gedoe. Veel gevingerd. ja, ik weet niet. Ik heb die tijd niet op die manier bewust meegemaakt. Maar wilde u nou echt iets veranderen in die tijd, meneer Rechtien? Of kwam het zo... In uw boekje begrijp ik dat het eigenlijk een beetje op uw pad kwam, hè? Ja, maar we wilden van alles veranderen. Dat wel, ja. Maar ook geheel vanuit uzelf, zoals hij zegt, meneer de Jonge zegt dan ook van... Ja, god, hij was met zichzelf bezig. Maar als ik uw boek lees, dan denk ik van... Ja, die Rechtien was ook behoorlijk met zichzelf bezig. Nou, ja, toch... Ja, het heet dan in dienst van anderen. Maar is het, als u nou op terugkijkt, hoe oud bent u nu? 49. Nou, alsjeblieft. Mm-hmm. Denkt u dan... Was echt bezig voor andere mensen of ziet u dan toch misschien iets van een enorm egocentrisme? Oh, nee, ik zag in die tijd de wereld echt als een grote familie. Hè? Pardon? Ja, één grote familie. Vrienden in Frankrijk, Duitsland, meneer Guevara in Bolivia, de Vietnamezen. Dat was allemaal broers en zusters, één grote familie die dezelfde interessante, boeiende toekomstplannen hadden. En dat is dus in de jaren 70 en 80... allemaal wat anders gelopen en dat gevoel is ook afgebrokkeld. Maar zo voelde ik dat in de jaren 60 wel. Maar hoe komt u aan het krankzinnige idee dat de hele wereld één grote familie is? Is dat zo krankzinnig? Wat vindt u ervan? Het is niet alleen één grote familie, de hele wereld is één geheel. En het misverstand van de mensen te denken dat ze uit verschillende volkeren of verschillende rassen of verschillende culturen bestaan, ja, dat wordt... commercieel en op een bepaalde machtsmanier uitgebuit. Ik denk dat zodra het besef komt dat we niet verdeeld zijn, maar één geheel zijn, dat we dan iets wezenlijks aan de wereld kunnen toevoegen. Maar denkt u dat dat kan geschieden, die eenwording, door middel van het soort politiek dat meneer Rechtien gevoerd heeft? Nee, ik denk eerder dat een kernramp... Ach, kunt u misschien... Wat zachter praten gewoon. Ga lekker door, maar iets zachter. Ja. Het is die mevrouw die zo voor de politie was die dat zit te praten. Oh, die praten. Zit ja. Dus misschien dat er misschien even agent... Misschien moet even agent de beuk erin, ja. Wat was de vraag? Ik weet het niet meer. Wat was het antwoord? Nee. Maar het is... naar mijn idee is iets als Chernobyl... dat zal de wereld sneller veranderen... dan een zachte, zachte revolutie. Ik denk dat dat ook tevens de tragiek is... maar in dat opzicht was Chernobyl nog niet verschrikkelijk genoeg. U beaamt dat meteen? Ja, ja. Hoewel, als je naar een land kijkt... waar de meeste kernenergiecentrales in Europa staan... in Frankrijk... Daar is Chernobyl praktisch vergeten. Maar ik denk wel dat er is geen gebeurtenis geweest in de afgelopen jaren... die het denken over kernenergie tot op het niveau... We hebben het niet over kernenergie, we hebben het over de invloed van politiek. En nou ja, u heeft in het midden van de jaren 70, meneer de Jonge, met u politiek gaan voeren, bijvoorbeeld met bloed aan de paal. Als je daar nou op terugkijkt, wat heeft het dan voor u opgeleverd en wat heeft het... voor de actie opgeleverd. Het treurige is dat het enige gevoel wat resteert is dat je er zelf beter van wordt. Dat was dus de actie, om even duidelijk te zijn, tegen het voetbal tegen het in Argentinië. Je wordt er zelf beter van. Je naam wordt bekender bij de mensen. Je ideeën waarvoor je staat zijn dan bekender. Maar je komt zelf... Ik heb dus binnen... Als ik dat toen tegen u had gezegd, was u ontzettend kwaad geworden. Waarschijnlijk. Maar binnen die hele strijd ben je natuurlijk beperkt. Maar je komt vrij snel... kom je weer allerlei mensen tegen waar je... Nou ja, ik heb daar de politiek gezien manoeuvreren in de Tweede Kamer. Ik heb zelfs de vakbonden zien manoeuvreren. Omdat wij hadden natuurlijk een fantastisch onderwerp bij de kop. Dat was voetbal, wat immens populair is. En dan zie je iedereen kruipen voor zijn achterban. Maar het treurigste was natuurlijk, omdat wij dat voor Argentinië deden... dat wij, zeg maar, binnen de mensen die dan uit Argentinië gevlucht waren... waren er zulke merkwaardige groeperingen... zoals bijvoorbeeld rechtsperonisten en linksperonisten... waarvan ik dacht, na een uurtje... Voor wie ben ik nu? Ja, nee... Als ik Perron was, had ik het misschien goed gevonden. Uit uw boek blijkt dat nergens. Al die groeperingen die u beschrijft, dat zijn monolithische eenheidspartijen, zou je kunnen zeggen. U bent voor links en links is één blok. Maar meneer de Jonge schetst nu ook hoe in zo'n kamp ook alles verdeeld kan zijn, waardoor de zaak stuk loopt. Ja. Denkt u niet dat de zaak daardoor ook stuk gelopen is, uiteindelijk? U had dus een verkeerde visie.
Nou, ja, dat weet ik niet. Wat ik wel... even... Nou, nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Het is wel, het is zo dat het verdelen heers is. En het probleem van een van de punten van de meirevolutie, of de 68-jaar-revolutie, is dat de politiek zich er meeste van gemaakt heeft. En dat is ook wat Blokker dan vanmorgen in de Volkskrant schrijft. Politiek is bezig de vorige crisis te bezweren. En toen was er dus iets aan de orde. En er was een wezenlijke verontwaardiging bij een groep mensen die er ook bereid waren iets aan te doen. En daar heeft de politiek zich meester van gemaakt. En die politiek heeft hem ook vermoord. En daar is de Partij van de Arbeid net zo goed verantwoordelijk voor als het CDA en de VVD. U wou iets zeggen hiervoor? Ik zat te luisteren. Ja, nee, maar ik switchte naar die jongen. Ik ben het kwijt. Heeft u het gevoel dat u het verkeerd zag in de jaren 60? Nee, dat niet. U bent wel anders gaan denken in 70... Ik kan me herinneren, die monolithische blokken. Ik denk dat we daar een beetje blind voor waren. Dat hangt denk ik ook samen met dat broers- en zustersgevoel, familiegevoel, dat ik toen had. Dan zie je de tegenstellingen misschien een beetje over het hoofd. En daardoor verbaas je je misschien over de afloop, omdat er onderhuidse conflicten zijn die je niet ziet. Wanneer kreeg je voor het eerst twijfel? Hoezo, twijfel? Twijfel aan wat u dacht? Nou, bijvoorbeeld met de ontwikkeling in Cambodja. Het Pol Pot-regime en zo. Dan zie je toch dingen dat je denkt van, nou, kijk... Dat... Maar dan ben je dus 15 jaar voor iets geweest en dan ga je twijfelen. Is dat dan een langzaam sluipend proces of is dat een inslaande bom? Nou, dat werkt niet langzaam. Dat zijn gedurig inslaande bommen, dergelijke inzichten, denk ik. Heeft u zich ook wel eens geschaamd? Een beetje raar vraag misschien. Maar... Ja. Voor wat heeft u zich nou bijvoorbeeld geschaamd? Ik bedoel dan over de jaren 60. Nou, er zijn meer te noemen, maar Het ergste. ik kan wel volgen. Ik bedoel, op het moment dat Shah van Persie vertrok en Khomeini aan de macht kwam, dachten wij van, ik althans van, nou, dat is een stap vooruit. Ik denk nu dat het toch beter was geweest om je wat meer in de opvattingen van meneer Khomeini, toen hij nog in een ballingschap in Parijs zat, te verdiepen. Te verdiepen. Om dat dus beter aan te voelen of dan van tevoren te zien. Hoe komt het, dat is een hele domme vraag, maar ik wil toch een antwoord. Hoe komt het dat mensen die toch voortdurend met die materie bezig zijn, zich toch nog vergissen? Hoe kan dat nou? Je laat je in de luren leggen door een soort door hoop of verwachting. Je wil bij voorkeur het goede zien. En dan zie je soms de giftige kant over het hoofd. Dat is dan ook de kracht van zo'n revolutie. En de zwakte. Is er een revolutie geweest eigenlijk in de jaren 60, vraag ik me nu gedurig af? Nou, de revolutie is natuurlijk niet geweest. Het is een evoluerend denken. En wat is daarvan het residu? Ik heb dat natuurlijk in veel programma's heb ik dat erover gehad. Wat nou dat residu is. Je kunt kiezen tussen radicaliseren. En wat Baader-Meinhof dus gedaan heeft. En dat is de ene weg. En de andere weg is om je te conformeren. En dat betekent voornamelijk je terugtrekken. Want u heeft zich teruggetrokken. Nou, is dat een conformeren? Volgens mij niet. Ik ben gaan schrijven. Ik ga niet meer naar vergaderingen. Ik heb geen zin meer om dingen te organiseren. Bent u nog lid van de CPN? Ja. Nog lid van de... Ja. U bent de laatste, hè? Nee, nou, zijn er twee. Misschien drie, weet ik, hè? Nee. Waarom bent u nog lid van de CPN? Nou, ik zie geen reden dat op te zeggen. Nee. Maar dat is dan toch ook wel merkwaardig? Ik bedoel, nu heb je het net over Pol Pot. Maar die CPN heeft natuurlijk toch ook aan alle kanten manoeuvres goedgekeurd en dingen goedgekeurd in het verleden waarvan je denkt... Ja, nee, dat is waar. Maar de CPN nu is niet het Pol Pot-regime van destijds. Dat is toch... Nee, maar de CPN heeft met mensen omgesprongen. Dat is voert wel heel ver voor dit gesprek. U neemt de woorden uit de mond. Waarvan ik denk, mijn god, zo'n partij zou ik dus nooit lid van kunnen zijn. Van zijn leven niet. Nee, maar ik vind niet zo gek dat u ooit lid bent geweest van die partij, maar dat u nog steeds lid van bent, dat... Niet actief. Ik denk dat zoiets als fout zijn na de oorlog, ja. Ik denk dat erbij hoort dat je actief bent. Ik ben niet actief, dus misschien... Ja, nou, kom zeg. U bent al lid. Ik betaal contributie, ja. Ja, nou, dat is een actie. Heel goedkoop, de CBN. Ja? Hoe duur is het dan nog? Dat is variabele tarieven afhankelijk van inkomen. Maar mijn inkomen is niet zo hoog meer, dus het valt wel mee. Is dat toch een laatste krampachtige poging om de verloren jeugd te herwinnen? Nee hoor, ik vond zeker na de laatste verkiezingen dat het geen reden was om eruit te lopen. En er te blijven. Ja, maar wat bedoelt u daar nou mee? Want dit vind ik een beetje een politiek antwoord. Wat bindt u aan die CPN?
Ik zie geen andere politieke club. Ja, ik vind, ben wel. Nee, het gaat er niet om een andere. Maar je kan toch ook nergens lid van zijn? Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd? Dat ook. Ja. Dat zou u misschien wel een schande vinden om nergens lid van te zijn. Oh nee. Na je zo gecommitteerd te hebben in die roerige jaren 60. Nee, ik kan me best voorstellen. Het aantal mensen in Nederland wat lid is van een politieke partij is heel weinig. Hè? Dat is helemaal niet zoveel. Maar is het een partij waarin u zich thuis voelt? Ik ben er ooit lid van geworden en vind het een beetje deloyaal om er nou uit te stappen. Dat is ja, maar dit soort halsstarrigheid heeft toch ook waarschijnlijk uw positie bepaald in die beweging van 60. Het is dus toch een soort halsstarrigheid, of vindt u dat niet? Of is dat trouw? Nou, ik, ja. Waar grenzen trouw en halsstarrigheid? En, laat die man nou lid van de CPM blijven. Ik vind het toch raar eigenlijk. Heerlijk. Bent u lid ooit geweest van de partij? Heerlijk. Ja, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Nog steeds. Ben ik ook geweest ooit. Dus. Waarom bent u het nog en waarom heeft u het lidmaatschap opgezet? Hij is lid van de CPM, dus dat lijkt me een goede idee. Ja, dat is niet zo'n rauw waarschijnlijk. Waarom ik het heb opgezegd? Omdat mijn partijgenoot Sam Kool de traangasgranaat in het Malenhuis smeet. Waar bent u lid geworden? Ik ben lid geworden op het moment dat de Partij van de Arbeid vragen stelde over Argentinië in de Tweede Kamer, geloof ik. Zo heeft ieder zijn reden om ergens lid van te worden. Hè? Opportunisme? Nee. Nou ja, een beloning was dat. Hè. Voor hem was het straf. En voor mij was het beloning. Hoe bedoelt u straf voor hem? Nou, Sam Kalder gooide een rookbom in het waterhuis. Hij straft de PvdA. Dus hij zegt, ik stap eruit. En op het moment dat wij een politiek succesje hadden geboekt, zeiden we, nou, hij heeft de PvdA over de bol. En u heeft het nooit opgezegd? Nee. Nee, ik ben ook wel van mening dat ik daar lid van moet zijn. Van een grote socialistische partij. Ziet u heil in de politiek nog steeds? Nee. Maar waarom bent u dan lid van een partij? Ik vind dat je werkt in een democratie met politiek. En dan vind ik dat ik lid moet zijn van een grote socialistische partij. Heeft u een soort ideaal staat? Nee. Voor ogen? Nooit gehad? Nee. U? Nee, ik ook niet. Dat vind ik van u vreemd dat u dat nooit gehad hebt. Nou, ik denk dat het maken van blauwdrukken voor een ideale samenleving nogal riskant is. Maar u heeft toch, u bent fervent Cuba-aanhanger geweest. Ja. Die hadden toch zo'n blauwdruk op zak, die Cubanen? Nou, die hadden dat niet op zak. Die probeerden dat op hun manier vorm te geven. Maar ik ben er nooit voorstander van geweest om het Cubaanse model in Nederland in te voeren. U weet niet naar wat voor staat gestreefd hebt? Dat gaat niet volgens een blauwdruk, lijkt mij. Dat kan hooguit gaan door het verder ontwikkelen van uitgangspunten. Bijvoorbeeld gelijke kansen in het onderwijs en nog zo wat. Bent u het gedurende de jaren 70 en 80 een gedesillusioneerd man geraakt? Nee, ik dacht het niet. Bent u nog even idealistisch, denkt u? Nou, ik ben ook wat ouder geworden, wat realistischer misschien. Wat brengt dat met zich mee? Nou, dat wat we in de jaren 60 dachten, dat de bomen tot aan de hemel groeiden, dat er toch iets anders ligt. Ja. Maar het was een andere tijd. Economisch waren er ook meer mogelijkheden. Daardoor kon je dat ook denken. Dat is nu niet zo, of minder. Ik bedoel, wij maakten ons niet druk om een baan als student. Want het was vanzelfsprekend dat je een baan kreeg. En voor jongeren tegenwoordig is het een stuk moeilijker. Zou zo'n SVB dan nu niet juist des te beter werk kunnen doen? Denk het wel, ja. Maar het bestaat nou eens meer, hè? Nou, 1 december 87 demonstreerden er 20.000 studenten door Amsterdam tegen de studiefinanciering van Puinhoop van Deetman. Dat is dan niet niks. Nee. Maar was dat het toekomstperspectief dat u had toen u de SVB oprichtte? Wij hebben ons ook met dergelijke praktische vakbondsachtige dingen bezig gehouden. En straks om 9 uur in stereo op Nederland 3, het 33e Eurovisie Songfestival vanuit Dublin, Ierland. Er zijn 21 deelnemende landen en Gerard Joling zal met zijn Shangri-La als 7e optreden. Het Eurovisie Songfestival 1988 vanavond om 9 uur op Nederland 3. Zondag in Panoramiek, de buitenlandrubriek van de NOS, een reportage over België. Na een formatie van 140 dagen lijkt daar nu een nieuwe regering te komen. José Appert, de omstreden Franstalige waarnemend burgemeester van Voeren, blijft echter dwars liggen. Verder in Panoramiek aandacht voor de extreemrechtse leider Le Pen. U ziet een verslag van de manifestatie die Le Pen's Front National zondag in Parijs houdt. Panoramiek, zondagavond, 9:10.